bij Liane zwijf het acrylverf gieten. Nou, ik heb even gerust. Maar ik pak hem toch even door met nog een video. Al zien jullie natuurlijk wel een stuk later. Want ik wil jullie toch meteen laten zien wat ik dus doe met zoveel verf wat er afgevallen is. Ik pak een bekertje. Ik pak gewoon een lepel. En ik schuif het er zo in één keer zoveel mogelijk. Het is wel heel veel verf wat er afgevallen is. En om dit te laten liggen om een vel, zo'n skin te maken, dat is gewoon te veel. Dat kan ook niet met te weinig, maar dat kan ook niet met te veel verf. Dus ik heb het nu. Zie je, en als je ook dus te lang het... Oh, hier liggen wel hele mooie stukjes. Die laat ik liggen. Kijk, en nu zit het dus in één beker. En dan moet ik wel oppassen dat het niet één kleur wordt, want dat is wat ik wilde doen. Even denken. Nou zou ik het natuurlijk opnieuw door een vergiet kunnen doen. Gewoon die hele beker. Dat kan ik natuurlijk. Dat zou ik wel laten zien als ik hem andersom zou gebruiken. Maar ja, het zit nu natuurlijk hier allemaal in. Dus dit kan je eigenlijk gewoon weer op zijn kop zetten als een dirty pour en opnieuw gaan doen. Maar ik zet even een canvasdoekje. Ik heb zo'n mooie houtplank. En in plaats van dat ik de giet andersom doe, maak ik hier een tutje van. En dan ga ik hem gewoon hierop gieten. Of zal ik geen tutje ervan maken en hem gewoon omdraaien? Nee, ik ga een keer dit doen. Want normaal pak ik dus het verf zo op. Doe ik in een bakje, dekseltje erop, kan je heel lang gebruiken. En dan kan je hem gewoon als dirty pour meteen weer gebruiken. Maar wat doe ik nu? Ik ga nu gewoon zo en ik ga de ringetjes draaien. Er zit hier natuurlijk wel siliconen in, maar dit is toch een hout ding. Dus als hier hout doorheen komt, vind ik het niet erg. En ik ben heel benieuwd, nu met al die kleuren en je gaat het zo draaien, of het een effect heeft. Dan moet ik opletten dat ik wel een mooi... Nee, net een streepje. Nou ja, dus nu zit het verf wat daar lag, zit nu dus hierop. Zie je, dan krijg je toch een aparte kleur. Want je kan natuurlijk ook gewoon gaan roeren dat je één kleur hebt. Dan heb je natuurlijk een kleur wat je niet kan kopen. Of je kan het zo laten. Ik moet wel zeggen, omdat ik het nu op deze manier gedaan heb, is het meer één kleur. Op het moment dat ik hem, laat maar zeggen, meteen als een dirty pour gedaan, flip cup, dus meteen het omgekeerd. Dan zie je toch iets meer verschillende kleuren dan dit. Maar dit is een keer wat anders. Zo heb ik het ook nooit gedaan. Nou, even de luchtbelletjes eruit, want we hebben het bewogen. En ik heb het canvasdoekje eronder gezet, omdat ik dus meteen daar als ondergrond wil gebruiken. Ja, het is een kleedable, maar anders kon ik het jullie niet laten zien. Kijk, en nu zie je in het midden al hele aparte kleuren. En dit zijn natuurlijk dingen die je natuurlijk normaal niet kan krijgen met gewoon gieten. En nou hoop ik dat ik daar wel die banen krijg, behoud. Maar ja, moet je het nou helemaal... Dat vind ik het moeilijke wel met hout. Sommigen laten de helft blank. Maar dat heb ik in het verleden gedaan. En ik heb gemerkt dat mijn omgeving dat wat minder mooi vindt. Dus ik ga hem wel helemaal vol gieten. Maar moet je nou ook echt heel die zijkanten doen? Ik vind dus van niet. Want anders zie je ook niet meer dat het hout is geweest. Dus ik vind eigenlijk dit druppen... Vind ik gewoon ook mooi. En moet je kijken. Al die kleurtjes van net. Kijk, en je weet, met acrylverf gieten krijg je natuurlijk nooit hetzelfde. Maar dit vind ik weer leuk van acrylverf gieten. Je kan er gewoon op zoveel manieren mee spelen en mee gieten. Je kan natuurlijk uit je handen, jullie weten, allerlei technieken hebben jullie allemaal gezien. En dit is dus wat ik doe met overgebleven verf. Ja, je raakt altijd wel wat verf kwijt. Maar dus niet zoveel dat je het gewoon allemaal weggooit. En had ik in de vorige video, hier zit een dingetje in, niet zoveel verf gebruikt. Het was natuurlijk een groter vierkant met een brede zijkant. Dan had ik het zoveel moeten bewegen dat het dus helemaal alleen maar overrekt was geworden. En waarschijnlijk niet eens meer cellen had gehad. En nu dus wel. Kijk, en hier zit dus precies zo'n gaatje. Normaal als je over iets anders giet, ga je eerst een gessolaag aanbrengen. Want nu kan natuurlijk het hout het
goed opslurpen. En met een gessolaag erop slurpt het hout het niet op. Maar ja, dit was gewoon weer even een ingeving. En ik weet dat het er niet zo uit blijft zien. Omdat dus het hout, ja, het gaat dus in het hout trekken. Maar ik heb natuurlijk mijn resin. En als ik dit goed afwas en ik doe hier een lage resin over, dan wordt die weer perfect. Dus ik vind dit wel heel erg mooi. Zie je? En had ik dit nou op een canvasdoek gedaan, dan had er inderdaad meer afgemoeten. Nou ja, hier misschien trouwens ook. Bij ons zit wel veel verf op, dat kan gaan barsten. Maar ja, op hout barsten, dat is misschien dan weer ook wel weer mooi. Ik irriteer me alleen wel in het gaatje. Maar voor de rest, doe nog een klein beetje deze kant op. Oh. Nou, dit kan mijn kortste video ooit worden. Dat zou kunnen. Ik ga hem ook houd ook hierbij. En dan ga ik gewoon even rusten en dan maak ik dat canvasdoekje af. Zie je? Mooi, hè? Ik ga toch nog even een keer met de brander eroverheen. En het gaatje blijft, maar ik hem natuurlijk toch heb bewogen. En inderdaad, ik moet hier een dikke laag op houden. Want er gaat natuurlijk ook heel veel verf het hout in. Dus hij gaat denk ik helemaal niet barsten. Oh, maar die kleuren vind ik niet mooi. Ze komen niet duidelijk in beeld over. Ik denk zo meteen met een resinlaag dat het wel goed over gaat komen. Nou, ik ga het gaatje toch nog heel even vullen. Och, wat vind ik hem mooi. Oh, maar als ik hem nou neerzet, wordt hij hartstikke vies. Wordt de onderkant ook meteen vies. Nou ja, de onderkanten zijn bij mij altijd vies. Maar ik vind deze wel... Oh, ja, aan de ene kant wil ik natuurlijk in die strepen geen cellen. Maar ja, er zit natuurlijk luchtbel in. En pas op, Liane, je handschoenen lekken. En je had hem nou te dichtbij. Ik keek dus even naar mijn handschoen, dat het niet ging lekken. En vervolgens hou ik mijn vlammetje te dichtbij. Kijk, want luchtbellen geven natuurlijk altijd gaatjes. En die wil je natuurlijk zeker niet. Maar hier kan je nu zien. Ik keek naar mijn handschoen. Normaal drupte mijn handschoen verf af. Kijk, en er zit hier precies een klein dingetje. Nou ja, vooralsnog. Dit kon dus een video worden van 6 minuten. Maar hij wordt toch iets groter. Want ik wil natuurlijk dit lelijke dingetje van net eraf hebben. Hup. Oh, en het is maar goed ook dat ik nog even kijk, want er zit hier een dingetje. Nou ja, die krijg ik niet te pakken, die zit er onderop. Nou ja, dit is het resultaat. En dan... Oh, met deze ga ik zo meteen... Oh, dat kan ik nu even laten zien. Kijk, als je dus ook verf hebt geknoeid, kan je ook gewoon een schone canvas pakken. En gewoon hem erop leggen en zo eraf trekken. Zie je, dan krijg je ook mooie dingen. Oh, dat wordt de volgende video. Ik ga mijn potjes verf ga ik hier op het papier gooien. En ik ga hem dippen. Dat wordt de volgende video. Maar er zal eerst weer een vlog komen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video of vlog. Oh, hij is echt heel mooi. Wacht, ik ga hem even eruit halen. Alleen hou ik één van de hand vast. Want als ik hem nu neerzet hier op de tafel, wordt hij vies. Misschien dat het nu iets beter te zien is. Want ik heb en mijn lamp aan en ik heb mijn gordijnen open. Maar ik denk niet... Ik weet niet of hij scherp ook stelt. Oh, nou hou ik hem zelf scheef, hoor ik. Nou, wordt hij toch bijna 10 minuten. Doei! Deze heb ik gemaakt naar aanleiding van die. Het verf wat hier vanaf was gelopen, heb ik opgevangen in een beker. Dat bekertje heb ik een tuutje van gemaakt en dan draaiende beweging gemaakt. Dus een ring pour, een tree pour. Maar ja, er zat natuurlijk siliconen in, dus we wisten dat dit kon gebeuren. Maar dit is op een stuk hout en ik vind de kleuren...
echt geweldig. Bye.